We staan hier op de hoek van de Sluitersveldsingel, Kolthofsingel en de Friesveenseweg. Ja. En we staan hier bij de slimme stoplichten. Wat is de aanleiding dat die hier geplaatst zijn? De aanleiding is dat we het verkeer in de stad beter op elkaar willen afstemmen. Vrachtwagens rijden hier op de singel. En wat je eigenlijk wil hebben op den duur is een soort groene golf. Dus dat mensen, automobilisten, maar ook vrachtwagenchauffeurs sneller kunnen doorrijden. En dat is beter voor het milieu. De techniek is als volgt. De camera's zijn gemonteerd boven de stoplichten. En die werken op infrarood, dus op herkenning van warmtebeelden. Op het moment dat ze dat aanzien komen, dan kan daarop ingespeeld worden. En wordt er via berekeningen, in die kleine computertjes zijn dat dan, worden berekeningen gemaakt van wat is nou handig om welk stoplicht op dat moment groen te geven. Dus het is op elkaar afgestemd. Het is het eerste kruispunt wat nu op die manier is aangelegd. Hiernaast is het kruispunt met Verrechter en Limpurgsingel. Daar gaan we ook bezig. En zo proberen we samen met de provincie Overijssel, die dit mede subsidieert, proberen we een keten van slimme stoplichten te krijgen. Als dit het enige kruispunt is waar slimme stoplichten staan, dan schiet dat natuurlijk niet voor de andere kruispunten op. Nee, dat klopt. En daarom gaan we ook 15 kruispunten op dezezelfde manier aan elkaar schakelen. Zodat die kruispunten en die stoplichten ook met elkaar communiceren. Dus die praten met elkaar. Dus als ze ergens veel drukte zien en die verkeersbeweging gaat een bepaalde kant op, dan kan het andere kruispunt daar rekening mee houden, zodat je een vlotte doorstroom krijgt. Kunt u het verschil uitleggen tussen de groene golf en deze met elkaar communicerende stoplichten? Ja, die communicerende stoplichten, kijk, niet iedereen krijgt tegelijkertijd groen. Daar zijn de kruispunten gewoon te druk voor. Maar als wij, en die stoplichten, als die veel verkeer zien aankomen, en ook met name vrachtverkeer, dan betekent dat dat voorrang krijgt, omdat dat grote milieuvervuilers zijn. En we willen juist voorkomen dat die veel moeten afremmen en optrekken, want dat is niet goed voor het milieu. Wanneer zijn alle stoplichten klaar? Op alle kruispunten? Nou, dat duurt even. Daar hebben we een paar jaar de tijd voor nodig. Het gaat elke keer pakken we er eentje als een stoplicht, een groot stoplicht op de singel aan onderhoud toe is. Dan gaan we daar mee bezig en zorgen we dat die keurige cameraatjes erop komen te staan. En uiteindelijk wordt dat een aaneengeschakeld lint van 15 stoplichten.